Oké, welkom bij biologisch akkerbouwbedrijf Maatschap Steyauer. Ik ben Michiel. Wij telen hier op 40 hectare de verschillende gewassen bloemkool, suikermais, plantuien, sojabonen. En we staan hier nu in de potenaardappels. Die zijn we momenteel aan het rooien. Het gaat om het ras Twister. Het rooien gaat heel goed. We hebben wel beregend voordat we konden rooien, want door de droge omstandigheden wordt het vrij droog. Maar ja, zoals gezegd gaat goed. We staan nu bij het ras, dat zijn Twisters. Die telen wij voor de Agrico. Deze hebben klasse SE. In de selectie is het ook goed gegaan, dus ze hebben de klasse kunnen behouden. Deze aardappels die zijn met name geschikt voor de export. We zijn ze nu aan het rooien. Ze brengen ze dan naar een koelhuis in Dronten, waarna ze daarna gesorteerd worden. En afhankelijk van de sorteeropdracht weten we waar die uiteindelijk naartoe gaat. Het uiteindelijke doel van deze aardappels heeft meerdere bestemmingen, maar voornamelijk de tafelmarkt, tafelaardappel. Nou, met poten zijn we begonnen omstreeks half april. Ik ben van mening om niet veel eerder aan de gang te gaan, omdat dan meestal de bodemtemperatuur nog op temperatuur moet komen. Dus je wil altijd een goede bodemtemperatuur hebben voordat je gaat planten. Half april geplant. We hebben heel veel zonuren gehad. Het aantal groeidagen was er. Dus in zeer korte tijd hebben we zeg maar de maat behaald. Bovendien was het hier in de buurt best wel de Phytophthora-druk hoog. En op een gegeven moment kwam er toch Phytophthora in en heb ik besloten om te zeggen van nou, we gaan klappen en loof trekken. En daarvoor te voorkomen dat de Phytophthora zich zou verspreiden hier in de buurt voor andere gangbare telers. Traditioneel is deze grond zeeklei met een percentage afslipbaarheid van zeg 32%. Echter hebben wij ervoor gekozen om 4-5 jaar geleden de bodem te gaan diepploegen. Waarom? Een stukje bewerkbaarheid en ook ja, qua teelte, veelvoud aan teelten wat we nu kunnen doen. En het bevalt gewoon heel goed. En waar zit hij nu op? Het is lichte zafel met een percentage van 17%. Dus echt wel verlicht, een stukje brandstofbesparing. Het aardappelrooien besteed ik uit. Ik ben van mening, de loonwerker komt met een goede machine, gedegen personeel. En ze hebben ook alle beschikbare matten. En, dus het is vakkundig, gebeurt vakkundig. En dit is perfect met een bunkerrooier. Geeft de mogelijkheid om nog moederknollen en kluiten uit te lezen bovenop. Dus dat gaat heel goed.